Regionaal Archief Tilburg zit in een monumentaal pand, heel mooi pand. En elke medewerker heeft bij zijn werkplek een afbeelding hangen uit de collectie van het archief. Die iets vertelt over hemzelf of die hij leuk vindt of die hij zelf heeft uitgekozen. En ik wil even stilstaan bij deze. Die vind ik zelf heel erg mooi. Die hangt in de kamer van Beeld en Geluid, mijn collega's van Beeld en Geluid. En dat is een afbeelding van het dierenpark in Tilburg, ontstaan in 1932. Het populairste uitje in de jaren 60. En het heeft bestaan tot 1973. Heel veel Tilburgers kennen dit park nog. Leuk weetje is dat vlak voordat het dierenpark moest sluiten, een aantal Siberische grondeekhoorns ontsnapten. En die zijn gegaan naar de oude waranden. Wie weet vind je ze daar nog wel terug.